Goedendag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Het zal u niet verbazen, maar de satellietfoto laat heel veel bewolking zien. En als we de bewolking in beweging zetten, dan zien we dat eigenlijk alleen maar meer wolken vanaf de Noordzee onze kant op komen. Er zitten slechts een paar opklaantjes tussen. En die hebben aan het einde van de middag dan ook het noorden bereikt. Dan brak af en toe de zon door. Veel grijs weer vandaag dus. Dat zien we ook op de modelkaarten terug. Het grijze weer komt allemaal via de Noordzee. Er kan een spatje motregen uitvallen, maar de hoeveelheden zijn klein. Morgen ook hier en daar een buitje, maar met een luchtdruk van 1023 zou de zon er toch wat beter bij moeten kunnen komen dan vandaag. Vanavond verwacht ik niet veel zonneschijn, slechts af en toe piept hij even tussen de wolken door. Maar het zijn vooral wolken die het weerbeeld bepalen. Plaatsen kan er nog wat regen of een buitje vallen. Hoeveelheden zijn echt klein, vaak is het ook droog. Temperatuur ligt rond een uur of negen, rond 14 naar 15 graden. Komende nacht daalt het kwik dan tot 12 graden. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog en de bewolking blijft overheersen. A.C. nog steeds windkracht 4 tot 5. In het binnenland neemt de wind af naar windkracht 2. Dat betekent dat we morgenochtend met rustig weer beginnen, maar nog steeds wel met veel wolkenvelden. En ook morgen overdag kan er lokaal een buitje vallen of een spatje motregen. Zeker geen verregende dag. Het is op de meeste plaatsen droog, maar soms kan het heel even nat zijn. Doordat de luchtdruk wat stijgt, neemt vanuit het westen en zuiden later op de dag wel de kans op zonneschijn toe. Als het echt mee zit, dan wordt de middag en avond heerlijk met een zonnige periode in de westelijke helft en het zuiden van het land. Voor het oosten en noordoosten ben ik somberder, daar is de kans op zonneschijn morgen echt klein. Temperaturen 16 à 17 graden, in de zon 18 à 19. Het weer voor het weekend ziet er duidelijk beter uit. Zaterdag nog een laatste buitje. Maar minder bewolking dan vandaag en dus meer zonneschijn, is Zeeland misschien zelfs volop zon. Zondag droog weer, dan overal flinke zonnige perioden en temperaturen van 18 tot 20 graden. Extra pluspunt zondag, de wind neemt in kracht af, dus ook dat maakt het allemaal wat aangenamer. Maandag ook prima omstandigheden, ook dan van tijd tot tijd zon, maar de kans op een bui neemt wel weer toe en de temperatuur blijft 18 tot 20 graden. En dan nog het weer voor de langere termijn. We willen toch een keer die zomer weer in Nederland krijgen. Ja, het ziet er allemaal niet al te overtuigend uit. Je moet wel zeggen dat de, de gemiddelde lijn toch langzaam oploopt. Dat kunnen we niet ontkennen. Om nou te zeggen dat het een spektakel is, dat nou ook weer niet. Van rond de 16-17 graden stijgt hij tot rond de 20 graden. Maar uitschieters naar 25 graden, die worden vanaf volgende week donderdag voorzichtig weer mogelijk. Oftewel, we houden hoop en warmere lucht is langzaam onderweg. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl